jongens en meisjes. Hallo jongens en meisjes. Hey, weten jullie wat voor speciale dag het vandaag is? Nou Bob, vertel dat eens even dan. Nou, het is Pasen natuurlijk. Het is geen Pasen, Bob. Nee, wat is het dan? Ik dacht echt dat het Pasen was vandaag. Nee, het is Kerst. Oh ja, dan gaat Jezus naar de hemel, toch? Nee, dan gaat Jezus niet naar de hemel. Hè? Ik begrijp helemaal niks meer van jongens en meisjes, jullie wel? Nou, ik denk dat de jongens en meisjes thuis echt wel weten wat voor dag het vandaag is. En wat er aan de hand is dan. Oh, wat is het dan, juf Jantine? Nou, het is Kerst. En met Kerst is er een kindje geboren. Een kindje geboren? Wie is er geboren dan? Nou, wie denk je? Abraham is geboren, denk ik. Nee, Abraham is niet geboren. Jezus is geboren. Echt waar? Hoe gaat het verhaal dan? Nou, weten jullie het nog dat we het hadden over Rut en Naomi en Boas? En dat Rut en Boas een kindje kregen. Weet je dat nog, Bob? Ja, dat weet ik nog wel. Maar wat was er nou ook weer mee dan? Nou, dat kindje werd geboren in Bethlehem. En dat was eigenlijk de opa van David. De opa van David? Ja, de opa van David. En dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken met Jezus. Maar hoe dan? Nou, dat ga ik je vertellen, Bob. Oké, jongens en meisjes, moeten we heel goed luisteren, oké? Ja, want, nou ja, misschien kennen jullie Jozef en Maria nog wel. Dat weet je er nog, Bob? Oh, ja, die gingen met elkaar trouwen, toch? Ja, klopt, maar bijna niet meer. Bijna niet meer? Wat dan? Wat is er aan de hand? Nou, Maria die kreeg een engel op bezoek en die vertelde dat ze een kindje zou krijgen, de zoon van God. En nou, Maria was natuurlijk super blij, hè? Echt waar, was ze daar echt mega blij mee dan? Ja, natuurlijk is het toch heel mooi om een kindje te krijgen. Maar wat vond Jozef daar nog van dan? Nou, Jozef die hoorde dat en toen dacht hij, hé, dat kan helemaal niet. Maria kan helemaal geen kindje krijgen, dat kan niet. En waar was Jozef zo boos dan? Jozef was best wel boos, ja. En toen zou hij bijna niet meer trouwen met Maria. Maar toen kwam er een engel bij Jozef. En die engel zei tegen Jozef van... Jozef, dat is het... Maria, die heeft de zoon van God in haar buik. Echt waar? En wilde Jozef toen wel weer trouwen met Maria? Ja, toen wilde Jozef wel weer trouwen met Maria. Oh, jongens en meisjes, dat is best wel mooi. Maar gaat het verhaal nog verder dan? Het verhaal gaat zeker nog verder, want op een gegeven moment kwam er een boodschap van een keizer. En die keizer zei, ik wil graag weten hoeveel mensen er in mijn rijk wonen. Oh nee, hoe moet dat nou? Hoe kan hij dat nou weer tellen dan? Nou, alle mensen die moesten weer terug naar de plaats waar ze geboren waren eigenlijk, waar hun familie vandaan kwam. Maar Jozef en Maria, die wonen toch in Jeruzalem? Nee, die wonen niet in Jeruzalem, die wonen in Nazareth. Oh, maar dan konden ze daar toch mooi blijven? Nee, daar konden ze niet blijven helaas. Maar waarom niet, daar woonden ze toch? Ja, klopt, maar de familie van Jozef, die kwam helemaal uit Bethlehem. Helemaal uit Bethlehem? Die kwam helemaal uit Bethlehem, ja, dus ze moesten daar een hele, hele zware tocht van maken. Oh nee, kwam dit wel goed? Ja hoor, dat kwam wel goed. De reis lukte wel. Maar toen hadden ze een probleempje. Een probleempje? Wat was er dan? Nou, alles zat vol. Alles zat vol? Konden ze nu weer terug naar huis dan? Nee, nou dat kon dus niet, want ze moesten zich laten tellen. Oh nee, jongens en meisjes, komt het nou nog wel goed? Ik geloof er helemaal niks meer van. Nou ja, ze gingen dus, Jozef en Maria gingen dus op de ezel bij allemaal herbergen langs en hotels en zo. Maar ja, en ze konden niks vinden, maar Maria die had wel zo'n dikke buik. Zo'n dikke buik, wow! Maar, dat komt nooit weer goed. Ik geloof er niks van, juf Jantine. Nou, wat er nu gebeurt, zal ik je vertellen. Jozef en Maria, die vinden iemand. Een herbergier. En die herbergier die zegt van... Oh, Jozef en Maria, ik heb nog wel een stal voor jullie. Een stal? Maar daar moet toch geen kindje in geboren worden? Nee, daar moet geen kindje in geboren worden. Ja, mensen hadden helemaal niks anders. Oh, dat is toch niet leuk, jongens en meisjes. Dan in die stal is het vies en dan stinkt het. En dan moet daar nou een baby in geboren worden. Dat kan toch helemaal niet?
Bob, maar natuurlijk kan dat wel. Maar hoe dan? Ik begrijp er helemaal niks van. Nou ja, kijk, ze gingen dus samen naar de stal, Jozef en Maria. En daar is Jezus dus geboren. Is Jezus daar dus geboren? Maar er was niemand om mee te vieren. Nou, er kwam dus een engel kwam. Kwam er wel alweer een engel bij Jozef en Maria? Nee, er kwam geen engel bij Jozef en Maria. Bij wie dan? Nou, bij de herders. Oh, bij de herders? Ja, bij de herders. En de herders die schrokken ontzettend van die engel. Ze wisten echt niet wat ze zagen. En toen zijn ze heel snel op zoek gegaan naar het kindje Jezus. Naar het kindje Jezus. Kunnen wij ook op zoek gaan naar het kindje Jezus? Ja, wij gaan ook op zoek naar het kindje Jezus, toch Bob? Hé, hey, Bob, we hebben nu toch wel een beetje verdrietig nieuws, hè? Oh ja, dat is ook zo. Hé, hey, jongens en meisjes, ik ga ook op zoek naar het kindje Jezus. En dat betekent eigenlijk dat dit de allerlaatste Bob verteld was, toch juf Jantine? Ja, Bob die gaat op zoek naar het kindje Jezus. Die wil het kindje Jezus ook graag vinden en ook nou eigenlijk Jezus in zijn hart krijgen, toch Bob? Ja, dat klopt. En nou ja, daarom ga ik Jezus zoeken. En ik vind het echt ontzettend jammer dat dit de allerlaatste keer was. Maar misschien kom ik nog wel eens een keertje terug, toch juf Jantine? Heel misschien wel. Hé, jongens en meisjes, dit was helaas de allerlaatste Bob verteld. Maar we willen eigenlijk toch nog iets heel kleins vertellen, toch Bob? Ja, we willen eigenlijk vertellen dat Jezus voor altijd van je houdt. Hè? Het maakt echt niet uit wie je bent of wat je doet. Jezus houdt van jou en hij wil er altijd voor je zijn. Toch, juf Jantine? Dat klopt, hè. En als je nou het een beetje moeilijk vindt of zo, dan mag je best aan God vragen of hij je wil helpen bij dingen, hè. Toch, Bob? Ja, want dat doet God altijd. Doei, jongens en meisjes.